in Panama vanuit ons land aanstuurt, toch naar dat Midden-Amerikaanse land. Hij vertrekt eind van deze maand naar Panama. Het invliegen van Nederlandse politiemensen bij een vermissingszaak is in het buitenland iets hoogst uitzonderlijks. En de ouders van Chris en Lisanne zijn dan ook blij met dit besluit, omdat het onderzoek vast lijkt te zitten. Het belangrijkste feit vind ik eigenlijk dat alles wat de politie hier gedaan heeft, dat dat op papier staat, alles wat de politie in Panama gedaan heeft, dat dat op papier staat. En dat ze bij elkaar gaan zitten om die twee dingen bij elkaar te leggen, om te kijken wat zijn nu nog losse eindjes, waar kunnen we nu nog op rechercheren. Al bijna 3 weken zitten ze in onzekerheid over het lot van hun dochters, de ouders van Chris Kremers en Lisanne Vroon. De 2 vriendinnen uit Amersfoort worden 1 april als vermist opgegeven in het Panamese plaatsje Boquet, waar ze een talencursus volgen. Met honden, helikopters en gidsen is het pad waar ze voor het laatst gezien zouden zijn helemaal uitgekampt, maar geen spoor van het tweetal. De Nederlandse politie reist nu af voor persoonlijk overleg. Een politieagent fysiek naar het buitenland sturen bij een vermissingszaak. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is redelijk bijzonder. Het komt niet heel erg vaak voor dat we in het kader van een vermissingszaak inderdaad een agent naar het buitenland sturen. Waarom in dit specifieke geval dan wel? Nou, we hebben natuurlijk al een poosje onderzoek gedaan hier in Nederland voor de Panamese politie. En we denken dat het nu verstandig is dat onze teamleider eens even fysiek contact gaat krijgen met de teamleider van de Panamese politie. Om de onderzoeksresultaten gewoon eens even face-to-face met elkaar te delen. En te kijken wat heb jij verzameld, wat hebben wij verzameld en wat kunnen we uiteindelijk nog? Panama en Nederland, qua afstand is het wel belangrijk dat je daar een goed aanspreekpunt hebt die ook de situatie ter plaatse goed kan beoordelen. In dat opzicht zijn we heel erg blij dat er vanuit Nederland mensen naartoe gaan. Het is niet gebruikelijk om onderzoek te doen op andermans grondgebied. We zien wel het Nederlandse rampenidentificatieteam bij grote zaken zoals de tsunami. Maar bij een vermissingszaak van 1 of zoals nu 2 personen gebeurt het eigenlijk nooit. De politie leek ook in dit geval niet van plan iemand naar Panama te sturen. 2 weken geleden reageren ze nog zo. We hebben gezien wat ze doen en hoe ze dat doen. Dat gaat perfect. Wij vertrouwen erop dat ze alles gedaan hebben wat in hun macht zit en dat wij dat ook niet beter kunnen. Dus voor ons is dat geen aanleiding om daarheen te gaan. Waarom nu toch wel? Het heeft geen nut om daar mensen naartoe te sturen om bijvoorbeeld te zoeken, want dat kan de Panamese politie zelf heel erg goed. Maar het is wel goed om nu eens eventjes met elkaar te gaan praten. Oké, wat heb jij gedaan? Wat heb ik gedaan? Want ook in Nederland wordt nog dagelijks door zo'n 5 man aan de zaak gewerkt. Ze doen bijvoorbeeld digitaal onderzoek. Telefoons van de meisjes worden nagetrokken, computers uitgelezen. En de teamleider gaat met de resultaten onder zijn arm naar Panama. En hoewel de ouders alle vertrouwen hebben in het werk van de politie daar, hopen ze wel dat dit bezoek tot nieuwe inzichten leidt. Ook om hun extra technieken aan te bieden die ze misschien in Panama niet hebben. Dat de politie hier op andere gedachten kunnen brengen waar hun misschien niet bij stilgestaan hebben. Moeten jullie de Panamese politie ook een beetje achter de fodder aanzitten? Nee, dat denk ik zeker niet. Dat zijn gedreven mensen. En die hebben eigenlijk ook maar hetzelfde doel als wij. En dat is zo snel mogelijk de meisjes vinden. Nu is er wel veel geluid vanuit Nederland. Want mensen zeggen, ja, maar wij kunnen toch veel beter forensisch onderzoek verrichten. Daar laten ze steken vallen. Dan moet de politie meer bovenop zitten. Nou, ik denk dat die teamleider, die zal daar zijn licht op gaan steken. Die zal kijken wat er verder gebeurt. Mocht er expertise nodig zijn, op welk vakgebied dan ook. En wij kunnen dat leveren vanuit Nederland. Ja, dan zullen we dat zeker doen. Of Nederland naast de teamleider nog meer experts zal sturen, dat moet dus nog blijken. Beide families doen ook zelf een oproep. De ouders van Chris zijn pas net terug uit het zoekgebied en eenmaal thuis hopen ze op hulp van toeristen. Iedereen die iets heeft opgemerkt of de meiden heeft gezien of gezien heeft met wie ze waren of waren ze in een auto of juist niet of... Elk stukje informatie kan zeg maar in de puzzel van politie en tijdspad meer informatie opleveren en een spoor opleveren waar we vervolgens weer achteraan gegaan kan worden. Zelfs als je zelf denkt van nou dit is helemaal niks, geef het dan toch alsjeblieft door, want je weet maar nooit. En vanavond meer over de vermissing van Chris en Lisanne in het programma Opsporing Verzocht, zoals op Nederland 1 om 30:30. En op onze website, eenvandaag.nl, staan telefoonnummers waar u met tips, ook anoniem,